Toen koning Lodewijk Napoleon naar dit land kwam, toen had hij het vaste voornemen om er wat van te maken. En een van de terreinen waarop hij echt iets wilde bereiken was ook het terrein van kunst en wetenschap. Hij heeft ook meteen na zijn aantreden een commissie ingesteld die moest uitzoeken waar nu de accenten moesten komen te liggen. Die commissie die kwam tot de conclusie dat het vooral bij de kunsten moest worden gezocht. Dus de koning heeft dat rapport gekregen, overgenomen en daarna ook speciaal voor de kunsten, dus schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, graveerkunst enzovoort enzovoort, geld beschikbaar gesteld, het weinige dat hij had, om daar weer oude glorie te doen herleven. Hij heeft bijvoorbeeld in 1808 heeft hij het Koninklijk Instituut voor Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten ingesteld. Uiteindelijk terechtgekomen in het Trippenhuis in Amsterdam. Kunst was in die tijd vooral geleerde kunst. Kunst en wetenschappen werden niet als twee losse zaken beschouwd, maar die hoorden bij elkaar. Want de overheersende stijl was die van het klassicisme, teruggrijpend op de vormentaal van de klassieke oudheid. Dat betekent dat als je een goed, echt heel goed kunstenaar wilde worden, moest je eigenlijk naar Rome gaan om daar de gebouwen te bekijken, de schilderijen langs te lopen enzovoort enzovoort. In het verleden waren kunstenaars al wel naar Rome gegaan, op eigen kosten altijd. In een verarmd land als Nederland ging dat wat moeilijk aan het begin van de 19e eeuw. En naar Frans voorbeeld, want daar bestond het al, heeft de koning toen de Prix de Rome ingesteld voor echt hele getalenteerde mensen. Die mochten dan op staatskosten, op koningskosten, eerst naar Parijs en daarna nog naar Rome. Wat we wisten van de Prix de Rome, dat die gewonnen is door illustere architecten. Ja, en dat het een eer is in dat rijtje een opvolger te zijn. Ja. En dat het ook iets kan betekenen voor onze carrière, hopelijk. No, I know, but then I would choose to just get rid of the... We wisten dat het een Franse prijs was van oorsprong. We wisten dat het de oudste Nederlandse prijs was voor kunstenaars en ontwerpers. En ik denk dat het daar zo ongeveer ophield. De Prix de Rome was de basis van allerlei kunstverzamelingen in Nederland. Je kan dan zien dat die koning het culturele terrein heel veel tot stand gebracht heeft. Mede ook, dat moet er meteen bijgezet worden, zeker eigen belang. Maar de koning wilde daar echt door de kunst ook de eenheid van het land stimuleren.